De overheid en particuliere crèches en peuterscholen mogen wederom de deuren openen en wel vanaf maandag 1 juni aanstaande. Dit zegt Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken. Ze sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 management team in de congreshal. De toestemming voor het weder openstellen van de crèches en peuterscholen is gegeven na goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid. Er is een protocol van veiligheidsregels opgesteld waaraan de opvanginstellingen zich moeten houden. Tevens zal vanaf maandag 1 juni het weer mogelijk zijn om uw geliefde te bezoeken in de diverse residentiële opvanginstellingen. Dan heb ik over de kinderopvanginstellingen, mensen met een beperking, natuurlijk onze senioren. En ook voor die drie doelgroepen zijn er speciale protocollen opgemaakt die strikt nageleefd moeten worden. En nu zult u afvragen van hoe kom ik eraan? De protocollen zullen gelijk na goedkeuring van de commissie die is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid worden doorgemaild door het bureau opvanginstellingen. Dus ik herhaal, u krijgt protocollen. Eigenlijk de grote lijnen u al. Dat we anderhalve meter afstand constant moeten bewaken en hebben. En daarna dat we regelmatig onze handen met zeep en gebruik maken van stromend water. Dat zijn twee hele belangrijke zaken waarop het ministerie van Volksgezondheid steeds stress. Salmo zegt verder dat de uitbetaling van de 1500 SRD voor medewerkers en houders van crèches normaal doorgaat. Het ministerie heeft een bestand van waaruit al uitbetaald werd, zegt ze. Als het gaat om registraties van crèchehouders en medewerkers, vindt dat plaats op het bureau opvanginstellingen aan de waterkant. Dus op het hoofdbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Wat ik wil meegeven is, als u crèchehouder bent of u bent een medewerker van een crèche of een peuterschool, de enige plek om u te registreren is bij ons op het erf en wel op het bureau opvanginstellingen. We merken dat ook een aantal mensen zich gaan registreren aan de Gongreepstraat, maar die aanvragen worden daar niet afgewerkt. Dus wij vragen u om uitsluitend te komen. We hebben het een beetje getest hoe het aan toe gaat voor wat betreft de uitbetalingen in tijd. En we hadden het opengesteld van 9 uur tot 3 uur 's middags. Wat we hebben gemerkt is dat mensen eigenlijk voor 3 uur 's middags daar aanmelden. Dus vanaf morgen dat u zich gaan aanmelden tussen 10 uur 's morgens en 1:30 's middags. Uitbetalen tot en met 3 uur 's middags. We moeten ook de financiële verslagen in orde maken. We moeten de gelden die over zijn, moeten natuurlijk tellen en dan weer gaan kluizen. Dus komt u op tijd naar daar, zodat wanneer we afsluiten tegen 1:30, dat u al staat om alsnog uitbetaald te worden. Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 managementteam over de herstart van de overheids- en particuliere crèches en peuterscholen. Deze kinderopvanginstellingen mogen vanaf maandag 1 juni de deuren weer openen met inachtneming van de COVID-19 veiligheidsmaatregelen.